Hey, ik ben Julie en dit is... En Katrin. En wij zijn deze week op inspiratievakantie met Neckerman. Yes, we gaan eigenlijk heel de week reboosten. Het komt erop neer dat we heel veel gaan uitrusten, maar ook best veel activiteiten gaan doen om helemaal in vorm te blijven. Alles wordt begeleid door Claudia van Avermaat, dus dat gaat zeker in orde zijn. En wij tonen jullie heel graag de highlights van deze themaweek. We zijn onderweg naar onze ochtendworkout. Deze keer gaat dat... Wat gaat dat zijn? Total body workout. Yes, een total body workout, dus dat is dan weer heviger. En meestal is het dan zo tegen de avond, want we hebben 2 workouts per dag. Is het meer zo yoga of iets om tot rust te komen, dus wel kei afwisselend. Dus we zijn er klaar voor, de matjes. De reis is voor verschillende leeftijden. En Nora, hoe oud ben jij? 75. 75. En Nora doet alle activiteiten mee. Hè? En zo hard zelf dat wij eigenlijk soms willen stoppen. Maar wanneer dat Nora doordoet, ja, dan moeten wij ook wel doordoen. Ja. Vind je dat tof zo? Het is lachtherapie geworden in plaats van mediteren. Dit is Claudia en Claudia die begeleidt ons eigenlijk in alle workouts en geeft ons ook tips rond voeding en zo. Maar het is dus een power boost vakantie. En kunt je een beetje uitleggen wat dat juist is? Wat is dat power boost? Power boost is eigenlijk het concept van een boek. We hebben power, power body en power boost. Mm-hmm. En nu de laatste is mijn power planner en dat bestaat eigenlijk uit 3 delen. Dat is food, mind en body. En af en toe zit er ook een beetje me-time in, rust, niet onbelangrijk, en de planning. Professionele begeleiding, ja. Is het leuk, Hanna? Heel leuk. En Claudia, bijvoorbeeld als je 1 tip zou mogen meegeven voor iedereen die naar deze video kijkt, wat zou dat dan zijn? Om echt voor ons eigen te zorgen, hè? Wat kunnen we dan vooral doen? Ik zou zeggen, gewoon eens niks doen. Gewoon een momentje dat je denkt van, oh, kan ik er gewoon niks doen en ik er aan mezelf denken. En dat kan zijn, want meestal is niks doen bij veel mensen nog snel, hè? En nog een beetje opruimen, snel nog een beetje strijken. Ja. Maar echt gewoon niks doen. Zo, dat waren de leukste momenten van onze inspiratievakantie. En zo'n inspiratiereis is trouwens echt de moeite. Want ja, je doet dingen die je anders nooit zou doen. Zoals bijvoorbeeld elke dag vroeg opstaan om te sporten. En je leert ook trouwens hele leuke mensen kennen. En sommige dingen doe je dan met je groep. En sommige dingen gewoon alleen. Ja, het is dat voor ieder wat wil. En wij hebben er in ieder geval super hard van genoten. Dus zeker voor herhaling vatbaar. En dan gaan we op chin. Ja, chin.